Hallootjes. Ik ga eventjes mijn schermpje weer helemaal klaarzetten natuurlijk. Ja, kijk, gaat super. Nou, ik heb eigenlijk nog dorst. Ik ga eventjes... Hallo allemaal. Ik ga eventjes vragen of mijn moeder nog wat te drinken wil brengen. Ze vast, hè? Hallo? Nou, ik denk we moeten allemaal goed klaarzitten, want het gaat vandaag een flinke bevalling worden. Superleuk dat jullie er allemaal weer zijn. Dat even als eerst. Ik was net nog wat dingetjes aan het knippen en aan het voorbereiden. Ik heb mijn werkbeschrijvingen bij. Het zijn nogal wat stappen. Misschien ga ik er soms iets te snel doorheen. Ik heb mijn camera's helemaal goed afgesteld, zodat je als het goed is precies kunt zien hoe het allemaal werkt. Laat ik het maar zo zeggen. Dus de bedoeling is eigenlijk van deze les ook dat we gewoon een keer een wat lastiger model gaan stikken. En laten we daar gewoon mee beginnen en kijken hoe ver we komen. Heb je vragen, dan kun je ze natuurlijk stellen. Maar vergeet niet dat je altijd even mij terug kunt spoelen. Dus probeer dat eigenlijk als eerste te doen. En als je dan denkt van, nou, wat zegt die meid nu weer? Ik snap het nog steeds niet. Dan kun je natuurlijk altijd nog een vraag stellen. Maar we moeten de gas opgeven vandaag. Maar wel superleuk. Ik ben helemaal uitgerust. Ik heb er super veel zin in. Dus laten we dit gewoon gaan doen. Dingetjes die je van tevoren even moest doen is, ik heb alvast figuurnaadjes gestikt in het achterpand. Sorry, ik moest even snel denken. Die zitten er dus al in. Heb je dat nog niet gedaan, dan kun je dat nog eventjes doen. Ik was al een pijp kwijt. Dat had ik al rondgegooid natuurlijk. Ik zelf maak gebruik van een hele dunne scuba, een hele dunne neopreen met een printje erop. Ik vind hem zelf heel fijn. Ik heb expres een wit stiksel genomen, zodat jullie goed kunnen zien wat ik überhaupt doe. Zo, dat is de pijp. En dan ga ik nu even mijn camera switchen, want ik ga... Oh, daar is mijn blikje van. Want, hoppa, dan kan ik alles mooi laten zien. Zo. We hebben natuurlijk het voorpand. Zo. En die heeft allemaal knipjes. Dus laten we beginnen als eerst met alle knipjes even goed zetten. Ik ga hem even zover mogelijk uit te zoomen. Zodat ik net even wat meer plek heb om jullie het een en ander te laten zien. Oh, joh, wat slim. Wat goed. Nou, dan ga ik je gelijk eventjes laten zien hoe je dat precies doet. Ik weet niet of je het al geknipt hebt. Maar wil je nou geen zakken? Nou, dat vind ik nou leuk, joh. Ja, het is natuurlijk niet leuk dat je in een rolstoel zit. Maar ik vind het leuk dat je deze opmerking maakt. Want misschien willen wel meer mensen gewoon helemaal geen zak in deze pantalon. Je hebt natuurlijk het patroon van de zak. En die geeft altijd een afkniplijn. Nou, op het moment dat jij die zak helemaal niet wil hebben, dan wat je dan doet is, je hebt je zak. Je legt dat patroon van die zak, leg jij onder je patroon. Met die lijn dus daarop. Kijk. En dan heb jij gewoon... Ik ga er even iets onder leggen, zodat je het goed kunt zien. Zo, kijk. En dan heb jij gewoon jouw patroon zonder die zak. Dus dat is eigenlijk een tip. Dat je die afkniplijn van die bovenzak, die plak je dus tegen die zakinganglijn aan. En dan is jouw patroon weer helemaal compleet. Als eerste gaan we dus de naad A van de bovenzak tegen de zakingang stikken. Nou, wat is nou die naad A?
Dit is die naad A. En we hebben natuurlijk die zakingang hebben we geknipt. En dan hebben we bij één boven- en onderkant hebben we dus zeg maar die afkniplijn aangehouden. En bij de andere dus niet. We hebben nu het patroon nodig met de afkniplijn, want die gaan we namelijk hier, deze lijn, gaan we hier opstikken. We kunnen dus even de speldjes eraf halen, maar vergeet vooral niet om de knipjes te zetten waar nodig. Dus een klein knipschaartje, hop, chop. Oh, ik moet even wennen, we hebben de camera allemaal afgesteld. Niet dat jullie helemaal niks zien. Zo, daar nog een knipje. Oh, nou Mia, superleuk. Ik hoop dat, dat de broek mooi gaat worden. En dit is ook een broek in een hele grote matenrange. Namelijk vanaf maatje 34. Echt een heel klein maatje. Tot natuurlijk maatje 54. Wat natuurlijk helemaal top is. Maar meet altijd wel eventjes je patroon na. En dit is een broek. Kijk, het is misschien... Ik vergeet bijna mijn knipje. Hier aan de onderkant zet ik natuurlijk ook altijd even een knipje voor de zoom. Nu heb ik hem dus ook op print gelegd. Dus ik heb hem uitgeknipt. Dus voor mij is een knipje nu eigenlijk een overbodige luxe. Want als het goed is moet mijn print exact overeenkomen. En ja, we hebben dus eigenlijk heb ik die knipjes nu even niet nodig. Zo, patroontje weg. En dan leg ik dus mijn panden altijd even open. Kijk, deze hebben we dus nog even niet nodig, dus die parkeer ik. Zodat ik ook geen fouten kan maken. En dan hebben we onze voorpanden. Dus even zo tegen elkaar weg. Dan moet ik even iets zwaars hebben. Wat ik erop kan leggen, want het glijdt allemaal zo van tafel af. Wat is dit nu weer? Hier, ik heb nog een magnetisch. Zo, hoppatee. Oh, en nu ben ik eigenlijk ook heel benieuwd. Zijn er hier ook mensen die naar Margt Visser zijn geweest? Naar de workshop? Ik was er zelf maar twee blokken. Maar ja, ik vond het zelf echt geweldig. En ik kan je vertellen, het maakt niet uit welk blok je had. Hij maakte er elke keer weer een ander inspirerend verhaal van. Wat dus echt helemaal top is. Zien jullie ook ondertussen wat ik doe? Oh, nou Jo, top. Wat je wel kunt doen, Jo, is... je kan altijd nog eventjes dit patroondeeltje dan, zo. Dat je het even uitknipt. Dus dat je gewoon een naadje hebt, inderdaad. Dus dan kun je gewoon dit stukje als patroondeeltje er nog aanstikken. Dan heb je daar gewoon een extra naadje. Ja, ik heb dus ontzettend veel positieve verhalen gehoord over van de mensen die er tegelijkertijd met mij waren. Dus ik ben ook wel benieuwd. Ik zit af en toe een beetje te stunteren hier zo. Want het is toch altijd maar even kijken hoe we het voor de camera krijgen. Wat we nu dus gaan doen is we gaan die zaklijn stikken. Op 1 centimeter. En wat we dan doen is we gaan hem openklappen. Wanneer we het gestikt hebben. We strijken het naadje even open. Dus je kunt alvast even je strijkijzer warm maken. En daarna gaan we vervolgens even de zak doorstikken. Ik weet niet of het in de beschrijving staat. Ik zelf doe het altijd wel. Want dan wordt je zak gewoon even net wat mooier. Zo simpel is het. Oh, nou top. Leuk, Maaike. Wat fijn dat je het zo naar je zin hebt gehad. De machine heeft even stilgestaan, denk ik. Dus
1. En dan ga ik die andere ook gelijk even stikken. Net zo makkelijk. De speldenkussen weer mee terugnemen. Ja, we hebben het hier een beetje verbouwd. Ik heb dus nu nog een tafel ernaast gezet, zodat ik niet allemaal mee loop te moeilijk te doen. Overal nergens. Om ergens bij te komen. Dus alleen maar positief veranderd hier. Nou, gaan we weer hoor. Hop. Dus dan hebben we even weer een strijkplankje. Dan leggen we alles weer op. We gaan die naad gewoon... Je zou wel denken, we gaan het doorstikken. Waarom zou ik hem nu weer openstrijken? Nou, dan wordt het altijd gewoon net even... Zo, chop chop. Oh, dat is 1. En dan ga ik dus die naad... Oh, het klinkt zo onlogisch. Maar... Richting de zak. Moest ik even nadenken, sorry. Heb je wel eens. Oh. Dus eerst open strijken. En dan naar de goede kant strijken. En dan. Ho. Oh. Kunnen we dit zo nog smal op de kant mooi doorstikken. Zodat altijd die naad straks mooi daarachter blijft zitten. Dan strijk ik ook even de andere kant en dan geef ik dit alvast een speldje, want dan weet ik, oké, ik moet het op die kant doorstikken. Ik ga het zo onder de machine leggen. Dus ik speld hem ook eventjes gewoon zo. Dat is 1. En nu nummer 2. En kijk, die steekzak, het is eigenlijk, nou, het is helemaal niet zoveel werk, hè. Je moet het gewoon even zien. En het leuke daaraan is, het geeft toch allemaal weer net wat body. Tenminste, ik moest laatst een broek testen. Het was van een ander bedrijf waarvoor ik ook nog werk. En die broek had geen zakken. En toch, ja, ik mis dat dan wel. Ik ben ook niet een tassenmens. Ik prop alles, altijd alles in mijn zakken. Wat ik in mijn zakken gestopt kan krijgen. Heel slecht. Maar ik hou allemaal niet van die tierenlantijn. Maar misschien hadden jullie dat al een beetje door. Ja, zo'n zak. Ja, dat is voor mij echt een onmisbaar iets in een kledingstuk. Maar ook dus makkelijk natuurlijk erin te maken. Hè? Te creëren zelf. Zo'n zak. Nou, ik ga hem nu dus smal op de kant doorstikken. En smal op de kant doorstikken wil dus zeggen dat je net naast het stiksel die naad vaststikt. Dat is 1 en nummer 2. Gelijk laten zien hoe dat er dan uitziet. Kijk, ik heb hem nu dus smal op de kant doorgestikt. Iets naar boven. Het witte stiksel, dat zie je. En aan de achterkant ziet het er dus zo uit. Ik kan een beetje inzoomen misschien wel.
Zo, ja. Zo even allemaal binnen, joh. Die scherp is, ja hoor. Ik strik de zak gewoon helemaal door tot nul. En dan klap ik hem nu dus vervolgens om. Zie je, dan krijg je dus helemaal tot nul stik ik hem. Met het doorstikken moet je gewoon zorgen dat je binnen die centimeter voor het begin begint. Oh, nou Debbie, superleuk dat je het ook tof vond. Nou, spoel me gewoon even door en voordat je het weet loop je alweer helemaal bij. Spoel me even terug, moet ik zeggen. Kijk, het is dus gestikt en nu kan ik mooi... Zo. Ik heb een strijkijzer fout ontstaan, dat is ook niet zo slim. Het moet een beetje acrobatisch, ga ik niet te werk. Maar dat is niet hè. En dan ziet het tegelijk, ja, ik hou ervan dat het allemaal zo mooi strak eruit ziet. Dus ja, dat is één. En nummer twee, gaan we nu ook even gelijk doen. Ook daar ziet het er prima uit. Het is mooi plat gestikt. En dan strijk ik vervolgens mijn zakje weer netjes, zodat hij mooi plat ligt. Oh jeetje. Zo. Nou, dat hebben we dus gedaan. Dat zijn dus eigenlijk al die... dat is de eerste stap. Vervolgens gaan we dus het heupdeel met die onderzak, met de goede kant naar boven. Nou ja, dit lees ik nu voor, maar ik doe het wel gewoon even voor. Want ik zit allemaal weer moeilijk te doen. Ik ga het gewoon voor doen, dat is net zo makkelijk. Dit zijn dingen, ja dat is misschien wel, ik weet niet of het goed is of slecht, maakt niet uit. Maar van dat soort dingen zoals dit, zakken stikken, ik doe dat eigenlijk altijd gewoon zonder te kijken. Want je wil dus dat die zak zo doorloopt. Oh, ik heb hem eigenlijk helemaal niet over nagedacht dat ik hem op de ruit heb gelegd. Wat ik dan altijd doe is, je hoeft eigenlijk gewoon, hop, die zak leg je erop. We hebben alles al netjes gestreken en zo. Ik moet wel eventjes in beeld zitten, sorry. Twijfel. Ja, top. Oh, Monique zei precies hetzelfde. Scherp. Kijk, ik leg die zakken dan gewoon op. Ik weet niet of je het heel goed ziet omdat het allemaal zwart is. Maar ik leg hem gewoon helemaal op. Die patroondelen komen namelijk gewoon exact overeen. Als het goed is. En wat ik dan ga doen is ik ga die zak even spelden. Zo. Oh, joh. Ja, het zakje. Het is natuurlijk een opgave op zich om dat zakje even goed te krijgen. Bij mij lopen ze ook niet door, hoor. Ik weet niet of het storend is. Nee. Je ziet het amper, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is de eerste. En waar ik nu mijn spelden heb gezet, dat is ook het enige wat je zo meteen gaat stikken. Want dit komt namelijk in je tailleband vast te zitten. Nou, dat is één die gespeld is. Dan gaan we de andere spelden. Die leggen we dus weer netjes weg. Zo. En dan leggen we die er weer precies op. Kijk. En dan gaan we ook die weer vastspelden. Nou, joh, vind ik een goede tip. Gewoon hop, lange trui aan, gaan. Hoppa thee. Je moet altijd denken in oplossingen. Het glas zit half vol. Dus dat is positief.
Dat denk ik ook altijd maar eigenlijk. En soms ook gewoon even laten gaan, hè. Het kan niet allemaal perfect. Soms ik heb een pak gekocht. Of ik heb, dat is alweer even geleden trouwens. Ik heb een pak gekocht en dat was ook van Ruit, van een best wel een goed merk. En toen dacht ik ook van ja, dat is niet perfect. En weet je wat ik dan maar denk? Het is niet perfect, maar ja, het zijn ook maar mensen die het in elkaar hebben gezet. Dus ja. Ik ga nu dus die zak op een centimeter stikken hier. Poep, en dan doe ik ook bij die andere. Op 1 centimeter. En je stikt dus alleen de zakbanden op elkaar, hè? Ja, je kunt er gewoon met knippen kun je altijd rekening houden. Met de streep. Oh, was maar zo. Ah, je ligt nog niet. Oh, ik heb helemaal geen goede trui aangetrokken. Nu zit ik weer met een spel erin. Oopsie. Zo. Nou, die pandjes zijn dus nu gestikt. Want nu hebben we in principe ons voorpand compleet. Het flabbert allemaal een beetje los. En dat is eigenlijk ook wel vrij normaal. Oh, ik kon nog een tandje terug. Dus we gaan dat even met een speldje vastzetten. Hè? Het is makkelijkst om dat vanaf de achterkant te doen. Omdat hij dan goed gelijk plat ligt. Dus ik zet eventjes met een speldje. Of je kan het ook met een stiksel doen overigens. Laten we het even gewoon vaststikken trouwens. Gaan we het hier in de tailleband geven, het klein stikseltje hier zo. En we kunnen het hier in de zijnaad even een klein stikseltje geven. Dan blijft dat in ieder geval op de goede plek. En dan hebben we geen flapperend iets meer. En nu ligt het dus allemaal nog lekker zo plat. En dat vind ik persoonlijk altijd ontzettend fijn. Oh, kijk, dat bedoel ik. Het gaat er al over. Zo. Kijk. Oké, nou, sorry, het spijt me. Ik heb dus een harde schijf en die zit een beetje op 10:30. Doet hij het nou wel? Ja, toch? Hij gaat iets doen. Ja. Oh ja, nou, ik zal even mijn verhaal afmaken. Het is inderdaad weer lekker als vanouds zo. Maar deze keer ligt het dus niet aan de verbinding of wat dan ook. Het ligt aan mijn harde schijf. Ik heb namelijk het programma waarmee ik twee camera's bedien, zit op mijn harde schijf, omdat dat best wel veel geheugen kost. En mijn harde schijf is gewoon het einde van zijn latijn. En dan opeens gaat dat kabeltje er weer uit. Ja, het spijt me zeer. Maar goed, jullie komen langzaamaan weer een beetje terug. Ja. Nou, we zijn er gewoon weer. Helemaal top. Oké, ik was wat aan het spelden. Nou.
Hier ook speldje. Ik ga gewoon door. En dan hier ook even een speldje. En dan zet ik dit dus vast met een klein steekje. Misschien hadden jullie dat inmiddels al gedaan. Toen het even misging. Nu waren er net wel veel meer mensen. Dus ik weet niet of ik nog even moet wachten. Op de mensen. Nou, dat stikje vast, met het steekje vastzetten kan altijd nog een speldje worden. Op het moment dat iets later binnen komt stromen. Dat stiksel zet je natuurlijk niet op een centimeter. Dat moet je eigenlijk gewoon even op een halve centimeter zetten. Simpelweg, omdat je het dan uiteindelijk niet gaat zien. Ik heb er ook nog eentje. Hoppatee. Nu hoop ik dat het niet nog een keer gebeurt. Ik vind het altijd zo eng, hè? Ik denk dat het allemaal wel goed gaat. Ik mag gewoon niet veel bewegen en niet veel aan dat ding zitten. Okidoki, dat is één. Nou, we hebben nu dus ons voorpand compleet. Om even maar zo te denken in mijn termen. Het zit mooi netjes vast. En als ik het omdraai, oh kijk nou. Dan ziet het er gewoon weer uit als een heel voorpand. Zo, check. De ander ook eventjes. Ik ga eventjes drinken. Pakken. Hopen dat het voor de deur staat. Nee. Dat bij mij ook niet meer over. Het gaat, nou ja. Kleinigheidje blijft jou. Ja hoor, het stond klaar. Okidoki, nou dat hebben we allemaal gedaan. De figuurnaad hebben we al gestikt in het achterpand. Tenminste, heb ik al gestikt? Heb jij hem nog niet gestikt? Stik hem dan even nog snel. Maar we gaan vervolgens het voorpand en het achterpand dus op elkaar leggen. We hebben nu die hele zijnaden compleet hier. Dus we kunnen gewoon de panden op elkaar leggen. En dan de buitenbeennaad en de binnenbeennaad stikken. Ik ga dit wel, ik denk dat jullie dat niet hoeven te zien. Oh, nou Jo. Je vouwt je figuur naar het dubbel. Je hebt het knipje aan het begin. Oh, dit is een foute instelling. Ik probeer eventjes in te zoomen. Kijk. Je hebt het knipje, het is maar een heel klein figuurnaadje hoor. Dus je hebt het knipje en dan heb je het eindpunt op je patroon staan. Het eindpunt geef je aan en de knipjes geef je aan. Die vouw je dus op elkaar. En je kunt, als je nog heel erg beginnend bent en je hebt een krijtje bij de hand, kun je eventueel met het krijtje de lijn nog overtekenen van waar je gaat stikken. En dan stik je hem gewoon van het knipje naar het eindpunt. Dit is natuurlijk zo'n kleine figuurnaad. Zo smal is hij. Dat je zou bijna zeggen, waarom zit hij erin? Nou, we hebben hem dus wel nodig. Dus zo stik je hem vervolgens. Ik ga weer even met alle spulletjes
Nee. Ik af en toe even spieken. We moeten niet vergeten dat er dus ergens ook een blinde rits in komt. Nu ga ik even spieken waar die zit. Meestal zit die in de linkerzijnaad. Precies. Hij zit in de linkerzijnaad, die rits. Moet je altijd even kijken waar we mee bezig zijn. Dit is mijn rechterachterpand. Voorpand. Die ga ik op elkaar spelden. En dat is nu natuurlijk het fijne dat die zak weer even vast zit. Hè? Dus die kunnen we dan gewoon fatsoenlijk weer opleggen. Dus. Hop, saté. Die zijnaad kunnen we dan vervolgens helemaal op elkaar spelden. En als het goed is, ga je ook merken dat het knipje, dat onderste knipje, ook echt het plekje is waar die zak vervolgens samenkomt. Nou, ik stik dan ook gewoon die zak helemaal vast, plat. Monique, ben je toevallig dan linkshandig? Want, ik weet niet of jullie het wisten, maar de reden waarom bij dames ook altijd... Het is natuurlijk rechts over links. Dat is de damessluiting. Maar ook dus om, vaak omdat je rechtshandig bent. Dat daarom je rits aan de linkerkant zit. Zodat je met de linkerhand vasthoudt en met de rechterhand open doet. Zo heb je hetzelfde, dit splitje aan de achterkant van je jas. Dan moet je dus met je rechterhand in kunnen. Zeg maar. Zo kun je altijd de... Ik zit ook zo te doen, niemand die het ziet. Maar... Dus zo kun je dat ook altijd herkennen. Heb ik nou mijn... Het is wel een donkere stof, dus ik vind het af en toe lastig om... Ik moet met mijn ruit natuurlijk nu rekening houden. Je ziet dat het ergens helemaal fout is gegaan. Ik stik dus ook gelijk al die binnenbeennaad, hè, zo meteen. Want... Oh. Ik zie ook dat het niet helemaal lekker doorloopt. Mijn print. Ik probeer het mooi in elkaar te fabriceren, maar... Wordt het toch door mezelf lastig gemaakt?
kantje aan elkaar spelden. Maar we doen wel nu alleen de rechterpijp stikken, even voor duidelijkheid. Dus de rechter buitenbeennaad en de rechter binnenbeennaad stikken we. Want in die linker moet namelijk die rits. Zo, ik ga hem stikken op een centimetertje. Maakt niet uit welke naad je eerst doet, voor die binnenbenennaad of die buitenbenennaad. Dat speelt helemaal geen rol hierin. Hou wel altijd tijdens het stikken je werk goed plat. Je gaat ook merken dat het bij die zak allemaal net even wat dikker gaat worden. Logisch ook. Zonder dat alles goed onder de machine ligt. Infietsen. Ik heb de vorige naailes iets verteld over de Knip Academy en het staat dus nu gewoon live. Dus als je gaat naar www.knipacademy.nl, dan zie je de cursussen staan. We hebben nu twee cursussen live gezet, dus één cursus wat ik vorige keer ook al zei, is echt helemaal voor iemand die nog nooit heeft genaaid. En dan hebben we nog een cursus van een halve cirkelrok. Kijk, de stoftips, stylingtips, figuurtips, noem het maar op. Alles wat jij moet weten om van jouw halve cirkelrok in dit geval een super tof item voor je kast te maken. Het leuke is dat we ook verschillende stoffen hebben gebruikt. Waardoor je dus echt ook verschil ziet van wat doet een stof met een bepaald kledingstuk. We hebben bijvoorbeeld in leer gemaakt, we hebben in een cupro satijn gemaakt, in een crepe, in een viscose kwaliteit. Dus dat vind ik zelf wel echt heel tof. Je kunt hem gewoon bestellen. En het toffe is, als je zo'n cursus koopt, dan hoef je niet te wachten tot één keer in de maand op woensdagavond. Maar dan kun je gewoon, wanneer jij zin hebt, dat kledingstuk maken met uitleg en filmpjes van mij. Hoe het allemaal werkt. Duidelijke techniekfilmpjes. Dus dat wilde ik nog even zeggen. De vorige keer zei ik dat we druk bezig waren. Maar we hebben alles, de deadline helemaal gehaald. Dus het staat er gewoon op. Nou, we hebben dus nu de rechterpijp gestikt. Dat is één. En dan gaan we door naar de linkerpijp. En de linkerpijp is natuurlijk wel een ander verhaal, want we hebben een blind ritje. En we hebben natuurlijk ook nog die
die zak. Ik ga even al die draadjes afknippen. Ik weet niet hoe het hierop staat, maar ik heb in ieder geval wel een tip voor je blinde rit. Nee, ik ga het op mijn manier doen. Ik ga deze keer eventjes. Ik ga hem even op een andere manier doen. Ja, we hebben nu even voor de beginners. Maar we gaan dus ook zeker voor de gevorderde naaisters cursussen opzetten. Dus deze cursussen zijn echt nog wel echt voor beginners. Het klinkt misschien heel raar. We hebben natuurlijk in de linkerzijnaad gaan we die blinde rit zetten. Maar wat ik dus even ga doen. Ja. Ik ga eerst die taillebanden stikken. En dus we hebben de taillenband van de buitenkant nodig. Dit is de middenvoorrecht van draad. Zie ik hier. Dit is de middenachter. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo met de bovenkant gedaan. Alleen maar. Nou, hè. Gewoon, we gaan nu ook even experimenteren. Ik ga dit even een stukje vaststikken. Dit is dus een stukje. Ik wil namelijk die taaieband zo meteen in één keer helemaal mooi hebben. Ik weet niet of dit zo lukt. We gaan het gewoon proberen. Oké, dat is het achterpand. Dan hebben we de taaieband voor. Hij is op vorm, dus het stik hem ook altijd ook echt te vorm mee. Oh, sorry, jullie zien natuurlijk helemaal. Sorry, dikkie. Sorry, ik laat het nog zien. Dit is de taaiband voor. Kijk, en hij gaat dus. Ik was helemaal vergeten dat ik hem had ingezoomd. Komt eraan. Het loopt altijd een beetje achter het scherm. Dus wanneer jullie dit zeggen, op dat moment dan zie ik het al. Taaiband voor. Nou, die spelde even een stukje. En ik ga hem echt niet helemaal stikken, maar gewoon even een stukje. Zo. Dus ik ga hier een stukje stikken en dit heb ik net laten zien, wat ik eigenlijk helemaal niet liet zien. Dat is dat ik de taaiband achter ook een stukje heb gespeeld. Ik ga hem dus echt maar een inimini stukje stikken, puur en alleen, zodat ik straks één grote lengte heb van die zijnaad. Dus ik stuk hem een stuk of 5 centimeter. Een stukje. Ja,
ja, hier word ik dan helemaal enthousiast van. Ik doe nu iets wat gewoon helemaal in mijn hoofd zit. Ik heb toevallig een paar weken geleden een filmpje gezien van een blinde rit. Met iemand anders die erin stikte. En toen dacht ik, oh ja, ga ik ook een keer proberen. En nu denk ik, oh, dat kan ik wel eens proberen. Dus vandaar. Let's go. We hebben nu dus een stukje van die taaiband gestikt. We hebben nu wel het stukje taaiband wat niet verstevigd is natuurlijk gepakt, omdat het de voorkant is. Dus we hebben nu een stukje hier gestikt aan, waardoor dit straks natuurlijk één rechte naad is. En we hebben dat ook voor het andere pandje gedaan. Zo. Wat we nu gaan doen, is we gaan dus die zijnaad stikken. Kies even voor jezelf of je de naad naar boven of naar beneden legt. Je kunt hem natuurlijk ook openleggen. Het is volledig afhankelijk van hoe jij hem straks wil gaan afwerken. Ik weet eigenlijk niet hoe hij op het model staat. Ik ga in ieder geval de naden allebei naar binnen leggen. En wat ik doe is, ik ga dus spelden. En ik ga dus met een grote steek, dus echt een rijk steek, ga ik die zijnaad al een heel stuk stikken. Natuurlijk ook wel een beetje dat dit allemaal overloopt hieruit. Zou mooi zijn. Gaat niet vanzelf, maar het zou wel mooi zijn. Het knipje komt op het goede plekje uit. Zo. En ik stik dit gewoon met een grote steek. En we hebben natuurlijk een blinde rits van 22 centimeter, hebben we gezegd. Dus weet dan ook, kijk dan ook eventjes, je kunt natuurlijk verder met die rijksteek doorstikken. Maar mijn tip is ook gewoon even 22 centimeter, meet je natuurlijk. Kan Monique, ik zelf stik eerst de rits dicht, of de naad dicht, dan stik ik de rits erin. En dan is hij helemaal blind namelijk. Maar het is helemaal wat je zelf het fijnste vindt. Op 22. Er zit natuurlijk een knippie. Tot waar die rits dan moet komen. Nu moet ik zeggen, ik heb hele lage heupen. En daarom kies ik ervoor. Dus kijk ook thuis eventjes, heb jij lagere heupen? Ja, zo meteen gaan jullie zien waarom ik dat doe. Omdat je hem dan heel mooi blind erin kan krijgen. Maar dat ga je zo zien. Ik heb lagere heupen, dus ik kies ervoor om mijn rits ook langer te maken. Dus ik ga tot en met hier, wil ik mijn rits laten komen. Ja, ik heb dit dus op YouTube laatst gezien en ik vond het zo geniaal wat die man deed. Dus ik dacht, nou wil ik ook eens doen, ook eens proberen. Dat vind ik wat leuk aan YouTube, er zijn dus zoveel technieken op. Een grote steek nog nu. Oh, sorry. Nou ja, je hebt niet gezien net hoe ik het opstikte. Ik ga even mijn strijkijzer warm maken. Ik ga
ga namelijk zo even die natus openstrijken. Maak even strijkijzer warm. Ja, yo, sorry. We moeten eventjes door. Maar je kunt het zeker weten terugkijken. En je kunt mij ook terugspoelen hè, nu in deze hele dingen. In deze, hoe heet het? Volgens mij kun je, als je ziet waar ik live ben, kun je het stukje... Dat bolletje zeg maar op die lijn kun je weer terugzetten, terugschuiven. Zo, hopzatee. Oh, nou gelukkig. Ja, deze staat dus ook in het handboek. Dat klopt, zeker weten. En... dit is precies wat ik bedoel. Sorry, ik ben even gelopen. Dit is de eye-opener. Dus ik ga eventjes ook meekijken in dat handboek. Ik zie dat ik hier nog iets te veel heb liggen. En zodat als je thuis het handboek hebt, omdat het natuurlijk afwijkt van hetgeen wat in de dingen staat. Nou, maar joh, als je redelijk mee kan. Ik vind het knap hoor. Want inderdaad, ik probeer het altijd heel onopvallend nog vrij rap mee door te laten gaan. Ik moet dan even kijken natuurlijk. In zakken, ritssluitingen. Blindenrits, 222. Ja, dit vind ik altijd zo top aan dit boek. Hè. Die ringband. Kijk, het is misschien niet de mooiste sluiting, maar je kunt wel gewoon even lekker hop door. Ja, kijk. Zie je? Dit is hem. Blindenrits. Oh, je ziet helemaal niet met die overbelichting, joh. Blindenrits, pagina 222. Voor de mensen die het handboek mee hebben. Waar is hier? Oh, die rits. Ja, die had ik onderling. Hou wel eventjes rekening mee natuurlijk dat die 1 centimeter erboven moet stoppen. En wat je nu dus gaat doen, is je gaat die rits één keertje even zo spelden. Want zo komt hij dus uiteindelijk ook te zitten. Zo geef je eigenlijk je sluiting de meeste rust, als het ware. Want je forceert niks. En... ik geef hem nu ook aan twee kanten het speldje. Ik zet het speld alleen in de naad. Jeetje, de laatste keer dat ik een blindenrits heb ingezet. Oh jeetje. Nou, ik denk dat dat zal zijn. Ik denk dat dat 2 jaar geleden is. Shame on me. Sommige dingen verdien je niet, hè? En dat lijkt me wel. Kijk, en mijn rits is nu natuurlijk veel te lang. Ik weet niet of je dat op de camera ziet. Ik zal even spieken. Ja, zie je. Kijk, hij is hier veel te lang. Maar dat lekker laten hangen. Zorg wel dat hij hier aan de bovenkant net erboven sluit.
maar dus dat je nog die centimeter over hebt. En wat je dus nu gaat doen, is je gaat de rits openen. Dus we hebben hem vastgespeld. Je kunt hem misschien beter nog eventjes... Nee, ik ga hem even nog met een steek 5, smal op de kant, even vaststikken. Gewoon puur, zodat ik zeker weet, je kan het ook rijgen, dat is ook een optie. Dus je kunt even rijgen, maar ik ga even met een grove steekje 5 erlangs. Zonder aan en af te hechten. Nou zeg. Ja. Oh, foute kant op. Zo, dat is 1 met een grove steek. Nu de andere kant ook nog even. Kijk altijd wel dat je echt alleen in de naad stikt. Hè? Dus niet in de... Hoe heet dat? Sorry. Niet in de panden. Je kunt hier het beste natuurlijk wel een ritsvoetje bij gebruiken. Ik heb een naald die heel ver naar links kan. Dus vandaar dat ik geen gebruik. Nu moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik ga zo meteen even mijn blinde ritsvoetje boven pakken. Ja, in principe. Is dat nu nog heel even niet nodig. Kijk, ik heb dus nu met een... rijksteek heb ik die rits op die goede plek vastgezet. Zo, hop. Kijk, naden lopen netjes over. Wat ik nu ga doen is ik ga die rits dus openen. Dus steek het het poelertje naar beneden. Ik stik nu aan de binnenkant, omdat dit stiksel ga ik eruit halen. Wat ik net heb gezet, dat kan ik eruit halen, dat hoeft niet. Maar dat kan wel. Doe het poedertje naar binnen van de rits. En open hem. Okay. Dus wat je nu hebt gedaan, is je hebt dat helemaal goed gefixeerd. Ik ga dus heel even snel een blinderitsvoetje halen. Die zit boven namelijk in de andere naaimachine. Ik ben over 3 seconden terug.
Oh jeetje, ik had de verwarming op 5 gezet. Nou, nu voel je het wel hier hoor. Oh, lekker warm. Oké, nou wat je nu kunt doen. Wat je nu moet doen. We hebben nu die rits op die goede plek zitten. En je kunt nu, je hebt nu 2 opties. Je kunt de naad weer openmaken, want we weten, hey, hij zit op de goede plek, op de goede hoogte, hij is gefixeerd. En dan stikken. Nou, trouwens, dat gaan we gewoon doen. Dat is volgens mij het beste. Ik wilde dus een rits van ongeveer 22 centimeter. Dus ik ga niet mijn hele rijkstiksel eruit halen. Ik ga maar een stukje eruit halen. Ho. Zeg ik. Dus ik ga tot 25. Dus ik ga 25. Heupjes 3 centimeter lager. Die, het lijkt nu allemaal wel misschien dat je denkt, hè, maar waarom hebben we net dicht gestikt? Maar zo meteen ga je wel zien waarom. Ik knip hem nu dus echt alleen maar open tot waar ik ga stikken. En dan zit ik zelfs nog met een klein met een speldje even op de plek. Als je mee werkt. Ja hoor. Zo. Wat ik nu ga doen. Ik ga even inzoomen, want dit wordt een lastig verhaal om jullie te laten zien. Sorry. Ik heb net gewoon alleen maar een speldje geplaatst. Even, nu zie je het wel. Moet ik even uitzoomen. Ik heb net alleen een speldje geplaatst tot waar. En ik heb dus die naad, die draad, zeg maar, die zijnaad dicht heeft gestikt, die heb ik weer open gehaald. Oké. De bedoeling van een blinde rits is natuurlijk dat je hem niet ziet. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door net langs de rand heen te stikken. Vergeet niet, het is een rits. Die poeler, die moet dus weer over die tandjes heen gaan. Dus je mag nooit door de tandjes heen stikken. Nu heb je een ritsvoetje. En dat ritsvoetje kun je dus zo instellen dat die naald natuurlijk precies langs die rails gaat. Zo, ligt eraan welk kantje afkomt. Nu hebben sommige ritsvoetjes, ook een blinde ritsvoetje in één. Oh. Ik weet niet of jullie dat zien. En die heeft dus zo'n rails erin. En wat daar het positieve van is, is dat je dus je naald door het midden laat gaan. Je legt dus die rails in die rails van je blinde ritsvoetje. En dan stik je dus altijd op gelijke afstand zo door je rits. Dus heb je een gewoon ritsvoetje, nou, dan stik je dus net langs de rits. Of
Vergeet niet je naad te verschuiven en alles wat je moet doen voor een blinde rit. En heb je een blinde ritsvoet, nou dan kun je dus gewoon met het naad in het midden, kun je die rits in die baan schuiven. Ik hoop dat dit duidelijk was. Maar ik zie niet geen... Ik zie niks van... Oh, hey, oh, stop. Dus ik denk dat het goed gaat. Nu ga ik dus even... Want ik heb ooit een keer tijdens een deadline... Heb ik per ongeluk het... Oh, vergeet niet het transport. Oh, ik doe wel even naar mijn... Vergeet niet je transport even naar beneden uit te zetten. Dit is dus een ritsvoetje van een hele oude machine. Maar hij werkt er prima op, dat is mooi. Kijk even goed waar je moet beginnen of eindigen. We hebben natuurlijk het speldje gezet. En wat we natuurlijk als rijkstiksel er al langs hebben, ook helemaal niet meer te focussen van dat het allemaal op elkaar komt en weet ik veel wat. Ik kan gewoon erop saké doorstikken. Nee, ik heb geen beeld boven. Wat ik wel kan doen is even een foto maken van wat ik nu aan het doen ben. Aan het stikken. En dan zien jullie het. Is dat een idee? En dat post ik wel even in die groep. Oh, dat moet allemaal wel even netjes. Ik weet niet of het allemaal lukt hoor, maar... Nu doe ik dus multitasken. Filmen, naaien, alles tegelijk. Oh. Maar goed, hè? Let's go! Oh, je ziet nu wel dat vieze nagels heb. Ja, vies, zijn niet vies. Maar... Oké, okay, gaan we dan. Nu kijk ik dus... Oh. Ik ben lastig. Oh shit, ja. Oké, nou. Ik ben benieuwd hoor, of jullie het allemaal goed kunnen zien. Gaan we dan. Even kijken. Knipmode. Ja, gaat goed. Want de telefoon is ook bijna leeg. Hé, je kan helemaal niet in dat live evenement. Oh ja, ik zie het al. Opmerking plaatsen. Oh, ik wil mezelf aan het tetteren. Oh, ik kan helemaal geen opmerking plaatsen of foto. Ik kan die foto plaatsen, het spijt me. Nee, dat niet, spijt me. Misschien wel kan doen. Nou, nee, dit is te veel moeite. Ik post het wel eronder straks.
Oh, kun je de kat van het handboek ervoor houden? Sorry, ik was weer 10.000 dingen tegelijk aan het doen. Jazeker, zet ik hem even weg. In principe maakt het niet uit welke editie het is, hè? Oh. Ja, ik zal hem even hier wegzetten voor jullie. Zo, dat is hem. Tadaa. Jeetje, je moet wel zeggen, nu zit ik bij die zak. En natuurlijk werd hij tot de zak al was het eigenlijk ingesteld. Maar... dat is wel een dik punt voor die rits. Maar hé, hey, hè? We zijn er doorheen. Z2. Nou, ik ben benieuwd hoor wat dit gaat zijn. Ik ben benieuwd hoe blind de blinde rits is. Zo, we hebben natuurlijk allemaal nog draadjes, hè? Dat gaan we allemaal gewoon een keer wegdoen. Wat we in ieder geval wel moeten doen, is natuurlijk, want het poedertje is nu helemaal aan de onderkant. Die moeten we weer even terughalen. Simpelweg een beetje weer dicht doen. Hop, poedertje er doorheen steken. Kijk, en daar is ze weer. Nou, hij is goed blind. En zo zit die blinde rits er al in. Je kunt er altijd voor kiezen om hem nog net even wat strakker erin te zetten. Dat kan gewoon nog een keer er tegenin. Ik heb bewust een witte rits gekozen, zodat jullie echt konden zien dat hij blind is. En zoals je ziet, is hij dus ook echt heel mooi blind. Tadaa! Nou, die zit erin. Dan kunnen we nu... even kijken wat is wijsheid. Laten we gewoon even de zijnaad helemaal verder afspelden. Binnenbeennaad spelden. En dan zetten we helemaal als laatst. Ga ik de rits even zo stikken dat hij ook eerder stopt. Dus hop, voetje kan er weer uit. De blinde ritsvoet. Hoe is hij bij jullie thuis gelukt? Sorry. Here I am. Fijn dat dat terugkijken helemaal goed lukt. Ja, je kunt natuurlijk ook de blinde rits als een van de laatste stappen erin zetten. Dan moet je gewoon net even wat extra's
met de hand dicht zetten, maar dat is ook helemaal geen probleem. Nou, hop hop, gas erop. De machine trilt onwijs hard. Ik heb nu een andere tafel, dus even wennen. Er zijn al wat meer mensen afgehaakt. Ja, ik stik nu dus vanaf het stiksel inderdaad van de rits, wat we net hebben gezet, dat hulpstiksel. Vanaf daar stik ik hem verder. Wat we dus moeten gaan doen, eigenlijk zijn die lusjes. En nee, we gaan eerst de kruisnaad doen. Sorry, niks gezegd. Zo. Oh. De andere kant. Wat je nu gaat doen is natuurlijk die kruisnaad stikken. Dus je legt de goede kanten op elkaar. Nou, hoe doe je dat nou bij zo'n broek? Ik probeer even nog een stukje uit te zoomen. We hebben de broek. We keren één pijp. Ik doe gewoon mijn armen helemaal in. Zo, boep. En die zet ik in de andere pijp. En vervolgens pak ik ze lekker in elkaar. Ik leg dus het naadje met het kruisje open. Zet het precies op elkaar aansluiten. Zo. En dan ga ik terug naar boven. In dit geval naar de middenachternaad. Ver dit op elkaar kan aansluiten. Zou ik het naam? Nee, het is net verschoven. Eén kant van de stof is dus net verschoven toen ik het op de stof legde. Ik dacht nog zo dat ik alles goed in de gaten had gehouden. Ik kom overal net een centimeter te kort bij overigens het hele patroon. Zo. En dan gaan we van kruisnaad naar de middenvoornaad. Ook daarop boven een speldje, leg de naden op elkaar en speld deze dan helemaal. Van boven tot beneden. En die ga ik dus nu helemaal rondstikken op een centimeter. Ik moet zeggen, we gaan er eigenlijk nog relatief snel doorheen. Ik denk niet dat we het helemaal afkrijgen met strikcentuur en al. Maar misschien wel een heel eind. Thank you.
Nou, die zit. Dus die ene pijp kan er weer uit. En dan kunnen we weer mooi binnen zitten buiten. We hebben nu dus eigenlijk een half aangestikte taliban, laat ik het zo maar even zeggen. En verder hebben we natuurlijk al de broek. De sluiting zit er al deels in. Ik moet hem even afknippen. Dus wat we nu nog moeten doen is het strikcentuur, de tailleband en natuurlijk zeker weten ook de riemlusjes. Een tip voor mij van de riemlusjes is, ik heb altijd, er staat dat die 2 centimeter breed moet zijn. Dat is natuurlijk zonder naad, dus reken nog even de naad erbij aan. En wat ik altijd doe is, ik maak 1 lange lus en die knip ik vervolgens door. Ik weet niet hoe goed we deze kunnen gaan draaien uiteindelijk. Maar laten we het gewoon beginnen. Proberen. Dus we stikken de lange randen op elkaar. Van die lange lus. Ik ga hem even zo. Misschien vind je het mooier dat de riem dus wat breder is. Het is overigens ook makkelijker werken. Dan kun je hem natuurlijk op breder dan 2 centimeter knippen. Vergeet niet altijd dat je nog de naad aan moet tekenen. Zo, hop. Ik ga hem dus nu zo stikken. Het makkelijkste is dan om even die rand eraf te knippen. Zodat hij net even wat meer ruimte heeft om überhaupt te draaien. Want het gaat er natuurlijk ook allemaal weer in zitten. Dus ik knip de rand gewoon wat dunner af. Hoe lang blijven de filmpjes online? Oh joh, nee, ze zitten eigenlijk voor altijd op YouTube. Dus je kunt gewoon zeggen van, nou, ik schrijf er mee uit voor vandaag. En we hebben alle filmpjes op YouTube staan en ze blijven er in principe gewoon heel lang op staan. Volgens mij voor altijd zelfs. Dus je kunt echt eraan gaan zitten wanneer je wil. En voel je vooral niet verplicht. Maar je kunt ieder moment van de dag, kun je gewoon terug. Dat is echt helemaal geen probleem. Oh, dan moet ik even laten zien wat ik aan het doen ben. Goeie Sylvia. Ah, nou, we hebben hier dat strookje. Ik heb het net natuurlijk een stukje afgeknipt. Uitgedund. Ik heb nu een veiligheidsspeld aan. Ik heb dit nog nooit zo gedaan. Maar omdat jullie me altijd zien stunteren natuurlijk met... Sommigen hebben zo'n pin dat die omdraait. Dat heb ik dus allemaal niet. Dus ik ben altijd heel creatief met het vinden van oplossingen. Want het glas zit natuurlijk half vol, zoals ik daar straks ook al zei. Met een beetje gevloek en getier af en toe. Komen we wat er wel? Ai. Altijd fijn. Kijk om die veiligheidsspeld heen. Zo. Nou, dit werkt eigenlijk als een tierenlier. Had ik eerder moeten weten.
Kijk, oh, wat ben ik nou gelukkig. Hier, dit werkt allemaal gewoon. Nou, even dat strijkijzertje aan, zodat we mooi plat kunnen strijken. Ook nog iets moois. Misschien vind je het mooi om nog een C-stiksel te geven, die riemlusjes. Nou, ik heb nog nooit zo'n mooi lusje gemaakt. Oppassen voor die harde schijven die eruit liggen. Je kan natuurlijk ook kiezen om die naad, als je hem plat strijkt, om die midden achter te doen. Het is vaak wel net even wat mooier bij een riemlusje. Vind ik zelf. Ik heb het in het midden van de tafel. Dan zie je namelijk helemaal niks aan de voorkant. Zo, kapot. Zo, hop, zet hé. Ja, precies, Foekje. Kijk, dat draaien, dat blijft toch altijd wel een dingetje. Ik ben het helemaal met je eens. Eén en al gedoe. Nou, die tailleband is natuurlijk vrij hoog. Dus we moeten eigenlijk de plaatsing van die riemlusjes even aangeven. Staat volgens mij niet op het patroon. Nee. Dus je moet gewoon eigenlijk maar kijken wat je zelf heel mooi vindt. Zou ik zeggen. Ik zal er altijd hier eentje doen. Net vooraan. Het zakje net doorgestikt is. En hoe lang moest die zijn? 7 centimeter. Nou, neem we op. Meetlint. Ik ga ze niet allemaal zetten. 7 centimeter exclusief naad is dat. Dus we hebben 9 nodig. Nou. Dan ga ik met een werkende schaar. Eén, twee, nou, het worden er bij mij even 4. Zit er ook nog? Toevallig. Ik ga er dus hier eentje plaatsen. Bokblad. En je kunt het beste natuurlijk eventjes uitmeten, hè, vanaf die zijnaad. Meet hem uit. Wat zijn het? Zien jullie dat? Ja, zien jullie goed. Dan zeg dat ik hem hier 8 centimeter doe. Zorg dan ervoor dat je hem ook met de goede kanten als het ware op elkaar spelt. Nu zit hij in beeld. Ja. Oh. Zo, hoppatee. Zij ik ook alweer? Ik ben het al een kwijtje. 8, dacht ik. Nee. 9, zei ik. Okidoki. Ook vanaf de andere. Dit 9 is gewoon maar een getal, hè. Kijk gewoon zelf op je eigen lichaam bij welke maat je gebruikt. Of welke maat je maakt wat je het mooiste vindt. Dat wil ik even zeggen. Want 9 bij een maatje 34 ziet er natuurlijk heel anders uit dan 9 centimeter bij een maatje 48. Zo. Nou, dan heb ik die in ieder geval op het voorpand heb ik al gespeld. Dan ga ik dat ook voor die op de achterpan doen. Oh. Doe ik eigenlijk ook nog eentje. Eigenlijk het mooiste is misschien dan wel meer dan wat ik nu heb gedaan.
middenachter eentje is ook altijd wel mooi. Heb ik nu niet gedaan, maar wel een tip vanuit mij. Middenachter, anders moet ik namelijk nog een dingetje gaan stikken. En dus laten we zeggen dat ik hier eentje centimeter figuurnaad afdoen. Op de figuurnaad is misschien ook wel mooi. Kom ernaast. Anderhalve naast. Ik weet nog niet of ik het ermee eens ben, maar ik doe het gewoon. Van de andere kant natuurlijk niet. Ja, nee, ik ga dan wel... Sorry, andere centimeter. Ja, ik ben nu gewoon aan het miepen, hè. Dan weten jullie dat. Niet dat jullie denken, oh, wat zijn we aan het doen. Ik ben gewoon aan het miepen. Ik heb nu deze riemlusjes gespeld. En wat ik nu ga doen, is... We hebben die tailleband, tenminste, ik heb hem nog los hangen. Die gaan we even die zijnaad aan elkaar stikken. Want op het moment dat we die zijnaad aan elkaar stikken... kunnen we ook mooi... de tailleband alvast stikken. Zeg maar rondom. En mee dat we die tailleband vaststikken... In die taillenaad kunnen we ook gelijk die riemlusjes er meteen mee vaststikken. Dus we spelden die zijnaad van die taillenband. En die gaan we dan even op 1 centimeter stikken. Oh. Waarschijnlijk ben ik helemaal afgestapt van de werkbeschrijving. Sorry daarvoor mensen die... Vaak hier aan... Oh, nee, wat gebeurt er nou? Sorry voor de mensen die hier vaak aan vasthouden. Gebeurt er iets goeds? Ja. Ik hou af en toe van improviseren. En dat is niet omdat ik het niet zou weten, maar ik denk dat het soms ook anders kan. En ik denk dat het goed is om het soms ook anders te doen. Juist omdat je zo ook... Juist omdat je zo ook jezelf ontwikkelt natuurlijk, hè, in alles. Je ontwikkelt jezelf in gewoon het technisch denken. Technisch benaderen van het naaien. Oh, nou, daar gaan we weer. Hoppazatee. Blijf nu even bij zitten, want... Ik ga het al voelen in de rug en dat willen we niet hebben. Ik ga nu dus die tailleband spelden. Die zijnaden die sowieso op elkaar aansluiten. Ik ga even openleggen. Tailleband op vorm moet vaak een stukje ingenomen worden. Of ingenomen. Werkt worden, een tip vanuit mij is, speld van de ene zijnaad naar de andere zijnaad. Dus eerst een speldje in de linker zijnaad. Ja, Danita, dat zei, ik had er 1 riemlusje te weinig. Dus om voor mij de vaten in te houden, inderdaad, heb ik het riemlusje midden achter weggelaten. Maar een tip is zeker ook, een riemlusje midden achter is absoluut geen overbodige luxe. En de figuurnaad speld ik naar de middenachternaad. De middenachternaad leg ik ook lekker open. Zorg dat alles netjes op elkaar aansluit. Het knipje
van de middenvoor op het knipje van de middenvoor. Taaiemand. Speld gaat er nu worden. Zo. Dan op de andere kant spelen, zodat we hem in één keer rond kunnen ritsen. Kijk ook even goed dat met het spelden alles bij die zakken wel goed gaat. Kijk of je het riemlusje er recht op spelt. Niet schuin. Echt recht. Voor mij redelijk dik. En waar ik altijd aan denk als de stof dikker wordt, is de persdruk van je machine. Bij de een kun je het wel instellen, bij de ander niet. Kijk altijd even in de gebruiksaanwijzing, de handleiding van jouw machine, of je dat bij jouw machine kunt instellen of niet. Kun je dit instellen, dan adviseer ik ook om de persdruk omhoog te zetten op het moment dat je dikkere stoffen gebruikt. Simpelweg, wanneer je dikkere stof gebruikt, de persdruk omhoog zet, oefent dus je machine meer druk uit op jouw stof, waardoor uiteindelijk jouw stof net even wat makkelijker onder die machine doorgaat. Nou, die zitten. En ik ga hem nu dus op een centimeter stikken. Ik begin net na die blinde rits, waar ik al een stukje heb vastgestikt. En dan eindig ik weer aan de andere kant. Dit is uit een special patroon. En ik durf eerlijk te zeggen niet welke. Misschien dat iemand anders een special heeft die jou hier meer informatie over kan geven. Ik kan het wel, zeg maar, opzoeken, maar dan weet ik het pas morgen. Oh, de bijlage was het. Sorry, ja. Het is toch geen special, maar de bijlage. En dit is dus nu ook het moment waarop je die zak dus ook mee vaststikt, hè? Dus je stik je vast met het stiksel op die zak. De voornaad even netjes openleggen. Ik loop helemaal niet meer bij met de dingen. Ik denk, we zijn bij Taaiemand binnen. Nou, ik ga redelijk goed. Hoe gaan jullie thuis? Even kijken hoe het allemaal ongeveer wel. Ja, ongeveer is dat. Dus
Nou, we hebben nu natuurlijk die taaieband buiten gestikt. Ik ga nu de taaieband binnen stikken en dat is dat verstevigde deel. We leggen dus die zijnaden op elkaar. En we stikken dus, heel even spieken, de voorkant van die taaieband is lager. Ik moet dan ook gewoon even die patroondeling bijhouden. Voor, lager. Ja, er zit weinig verschil in, zeg, die taaieband. Toch wel. Altijd meer verschil dan dat je denkt. Dat is voor. En we moeten natuurlijk nu rekening houden met het feit dat die linkerzijnaad, of het ligt afhankelijk van waar je je rits hebt gezet, dat die kant open moet blijven. Dus we stikken alleen de rechterzijnaad, en het klinkt heel tegenstrijdig, maar als ik dan op elkaar leg, en dit is de voorkant die jullie nu zien, en dit is de achterkant, dan ga ik dus deze kant stikken. Je moet het gewoon eventjes wegleggen en kijken van, hey, klopt het wat ik doe? We hoorden jullie net ook al volgens mij dat het een stoeltje bijna leeg is. Hop, ik ga het gelijk eventjes vervangen. Dat ik al klaar liggen. Daar heb ik altijd een grote hekel aan dat je dat spoeltje weer moet veranderen. Dat is natuurlijk vaak wat nu doen. Zo. Nou, die hebben we gestikt. En we gaan nu dus. Sorry. We gaan nu dus de bovenranden op elkaar stikken. Dus we klappen het op elkaar zo. We beginnen dus met die rechterzijnaad. Op, oh, is het bijzijde als ik dit eventjes hier van boven laat zien? Dus dit is gewoon een kwestie van goed kijken van wat ben je aan het doen. Ik heb hier die linkerzijnaad. Hier zit hij. Dus dat laten we open. En dan kunnen we dus hier die zijnaad even openleggen en op elkaar spelden. En dan kunnen we helemaal die taaieband meteen stikken. Waar je dus nu wel rekening mee moet houden, is dat die riemlusjes dus ook weer naar boven gaan. Hè? Dus recht oversteken. En dan even een speldje geven. Ja, maar ja. Ik zit af en toe stiekem te drinken. Tussendoor. Oh. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben nu erg moe. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook zoiets. Dat jullie ook even zitten te puffen van poepoe. Oh, kijk, dit is wel perfectie. Het lijntje loopt door. Helemaal top. Dus zien jullie het wat ik nu doe? Dat riemlusje even naar boven flappen, want dat is weer zoiets. Kijk, dat vergeet ik dan weer. Het is heel apart dat ik dit nu niet vergeten ben. Jullie kennen me, denk ik onderhand al wel een beetje. Zo. We hebben natuurlijk die taaieband hier en die moet even een centimetertje over die. Ik vind die naad open, dat werkt misschien iets makkelijker. Kijk, die kunnen we dan mooi zo even aan laten sluiten, hè? Natuurlijk. Opzetten. Zo.
aantal centimeter, ik hou 1 centimeter over. Want die heb ik namelijk ook open gelaten. Zo, ik heb een spel tussen mijn mond. Kijk, en ik doe dus nu, ik laat dit even zo zitten, die speld. En dan met dat bolletje kan ik hem zo ook mooi eruit trekken als ik aan het stikken ben. Dus die riemlusjes weer even recht naar boven oversteken. Ik denk dat we dat striklint niet meer afkrijgen vanavond. Dus ik wil eigenlijk ook vragen, kunnen jullie dat thuis allemaal zelf? Dat striklint. Dat is eigenlijk gewoon de vraag. Kunnen jullie dat zelf? Hebben jullie daar hulp bij nodig? Ik weet namelijk dat we dit striklint wel eens vaker hebben gemaakt. Dus mocht het nodig zijn... Dan kan ik natuurlijk nog deze week een filmpje op de Facebook posten met hoe je een strik lint. Nou, het is niet echt een punt. Ja. Ja, een punta, een hele dunne scuba eigenlijk. Het is toch wel... Maar ik denk, het werkt echt als een tierenlier dit. Ja, ik hoop dat jullie het ook een beetje goed zien. Ik merk wel dat dan een leuk kleurtje doet het wel wat beter op beeld, zeg maar. Dan zie je het wat beter. Maar ik dacht, ja, dit is misschien ook nog wel een broek die ik ooit iemand aan wil doen. Dus ik dacht, laat ik het maar netjes maken. Oké, nou, ik heb alles gespeld. En we gaan nu dus stikken op 1 centimeter. Ja, dus we stikken die hele band zo vast op een centimeter. En omdat Maria net zei, vergeet je niks te drinken. Ja, ik neem nog even een slokje. Oh. Ja, voeg je helemaal gelijk. Inderdaad, voeg je. Je kunt ook gewoon een riem erin doen. Ik begin trouwens ook te stikken. Nu even voorbij. Voorbij dit ritje. Puur en alleen... Omdat ik het altijd mooier vind om toch met de hand dat soort dingetjes even af te werken. Ik zeg even voorbij stikken. Ik stik er dwars doorheen. Oh. Nou ja. Maakt niet uit. Ook hier gaat het lekker. Wat ik dus zo meteen ga doen, ik ga het gewoon alvast vertellen. Ik ga zo meteen dus weer even die naad naar beneden leggen en dan stik ik de band nog een keer door. Zodat die tailleband aan de bovenkant goed naar binnen blijft zitten. Nu is het natuurlijk al wel wat dikker omdat we ook die riemlusjes hebben. En juist daarom is het zo belangrijk om alles mooi netjes plat te houden.
Zo. Nou, hop, saté. En zoals ik net al zei, dus dat naadje leg ik onder het beleg. En dan ga ik het dus gewoon doorstikken. Hetzelfde zoals we eigenlijk bij die zakinhang hebben gedaan. Smileys. Oh, nou is dat niet van daar straks of is dat nu? Ik denk dat het van daar straks was toen die uitviel. Zou het niet? Ik denk zo. Hoop ik. Of iemand vindt het niet lief. Kan natuurlijk ook uit, omdat ik het niet vind. Een boze smijt. Nou, hoppatee. Die tailleband is nu ook netjes doorgestikt aan de binnenkant. Nu ga ik eventjes de camera weer veranderen, want er zijn twee verschillende manieren om het vervolgens af te werken. En we moeten natuurlijk sowieso dit nog eventjes naar beneden stikken langs die blinderrit. Zo. Dus langs die blinderrit wordt het vastgestikt, zodat je hem omdraait. En het heel netjes is afgewerkt. Maar goed, nu kan ik het even goed duidelijk laten zien. We hebben natuurlijk doorgestikt. De tailleband gaat netjes naar binnen. We zijn al zo'n eind. Nu kunnen we dus kiezen of we het lekker af gaan biezen. Dat wordt ook vaak gedaan. Dus dan heb je al die naden. Die stik je gewoon op elkaar, op een centimeter. Want zo heb je namelijk, ik ga het even spellen, zodat jullie het ook zien. Wanneer je die naden dus op elkaar stikt, en vervolgens een biesje, met een biesje afwerkt, of misschien gewoon eventjes met de lokker langs of met de zigzag. Dan kun je dus, dan heb je dus een hele mooie blinde tailleband. Sommigen zeggen van, hey, nee joh, boeien. Hier mag best een stiksel zitten. Die stikken hem in de naad. Je kan dus dan, vouw je hem op een centimeter naar binnen. Vouw je dit dus naar binnen. Vouw je dit op een centimeter naar binnen. Dan stik je het zo smal op de kant door, zodat aan de binnenkant alles netjes naar binnen zit. En aan de buitenkant krijg je dan een stiksel. Nu vind ik eerlijk gezegd, omdat wij ook de riemlusjes niet dicht hebben gestikt, etcetera. Ik vind het altijd wel gewoon heel makkelijk en fijn om hem gewoon zo af te ritsen. Zo. En dan werken we dit wel af met een mooi bandje of iets dergelijks. Maar ik denk dat dat net even wat makkelijker is. Dan wil ik wel nog eventjes dit stikken. Dus dit
gaan we nog eventjes vaststikken. Zodat hij strakjes, netjes, wanneer hij omgedraaid is, afgewerkt is. Ja, dit bedoel je, ik zie hier al de reactie van dat de band er overheen gevouwen wordt. Bedoel je dan, dus dat hij hem zeg maar echt naar binnen klapt en doorstikt. Kun je natuurlijk het beste ook weer even met een ritsvoetje doen, hè? Dit wat ik nu ga doen. De rand van de broek tussen de boven- en de binnenband. Ja, ik snap je. Ja, dat is ook het mooiste. Maar dan zou ik ook echt als tip geven, goed rijgen. Dat alles netjes erin blijft. Oh. Andere kant ook eventjes. Dat is zo jammer, hè? Met die witte stiksels zien jullie het wel goed. Ja, het ziet altijd zo slordig uit. Maar ja, dat is yeah. Dan zie je straks het eindresultaat natuurlijk ook van de buitenkant. Zo. Hier goed gaat en niet dat ik ergens doorheen steek. Ja, kijk dan. Vouwen van de band. Even spieken. Ik laat even zo zien. We hebben natuurlijk dat rijgdraad, dat is één draad, hè? Die hadden we al. Dan hebben we stiksel van net en dan hebben we het stiksel van de blinde rits. Dit is de band. En op het moment dat je hem dus gaat doen op jouw manier, Monique, dus dat je dit naar binnen gaat klappen, dan is de bedoeling dat je die randen gelijk legt op elkaar en hier dus smal langs afstikt. En als tip zou ik je willen meegeven, klap alvast het uiteinde een centimeter naar binnen. Want op het moment dat jij straks je hele band gaat draaien, zie je, dan zit dit al heel mooi. Ah, sorry. Zo. Dus. Oh jeetje. Even spieken. Zo. Dus dit is je stiksel. Je legt hem gewoon er tegenaan, plat. Je vouwt hem alvast een stukje om. Jammer dat ik niet naar twee verschillende dingen tegelijk kan kijken. Nou, je hebt dit gestikt. Nou, en dan keer je hem gewoon zo om. Hop, zet even. Kijk. Dan keer je hem om. Heb je gestikt. En dit zit dan al mooi naar binnen gestikt. En het enige wat jij dan nog moet doen. Zo. Het enige wat jij nog moet doen is een rijgdraadje pakken. En dit allemaal een centimeter naar binnen. Zo, hop, chop. Kijk, een. Zo rijgen, alles naar binnen. En dan netjes doorstikken. Dat is het. Sa. Overgang. En je moet hem dus gewoon plat opleggen. Dus je moet gewoon even zo meteen mijn beeld pauzeren.
En dan kun je vanaf daar verder. Nou, ik ga me doorheen fietsen. Nou, en we kunnen alvast de strijkplank even klaarzetten. Ja, Claudia Reijgen. Dat ben ik niet aan het doen, hè? Ja, met zo'n tailleband, kijk, en zo'n tailleband en zo'n rits, ik zou bijna vergeten te zomen. Maar zo'n tailleband en zo'n rits was echt wel belangrijk om even, kijk, weet je, dat is zo gehandig als je dat, als dat gewoon even niet gaat of zo, weet je. Dus dat zou ik altijd wel adviseren om eventjes te rijken. Klopt. Ik zie dat hier ook nog een stukje zijn aan het stikken. Die is al losgelaten. Ik ben zo terug. Ook hier is het vandaag even gewoon allemaal niet helemaal vanzelf aan het gaan. Maar dat maakt niet uit. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Dat blijkt me weer. Die er ook hebben. Ik trek die blinde ritsen altijd wel heel snel kapot. Dat is echt een groot nadeel aan die blinde ritsen. Ik doe niks speciaals hoor nu. Ik ben gewoon nog even een naadje aan het stikken, want het is losgegaan. Wat waarschijnlijk ervoor gaat zorgen dat een blinde ritsen zo meteen er helemaal niet meer uitziet. Dus... Lossie. Rijgaren is er. Stik zo gewoon uit. Nou. Och. Oh nee. Oh ja. Kijk, dat was, ik zei dus al net. Met wat ik nu ga doen. Ik weet nu al dat er weer helemaal iets fout gaat. En ja, dat is zover. Het is zover. Jullie hebben gezien dat die binnenrit zo mooi in zat, hè?
laat ik er even uit. Opzetten. Hij zat er heel mooi strak in. Totdat er een naadje los scheurt. In ieder geval, ik heb mijn strijkijzer warm gezet. Ik kan nu even goed tijband strijken. Oh, nou dat rijtraadje was net bij mij dus losgegaan. En toen dacht ik, ik stik hem even opnieuw. Dus in principe, er was niks boeiend, zeg maar, wat ik net deed. Maar toen heb ik dus zo'n stikseltje dubbel gepakt. Waardoor het er helemaal niet mooi uitzag. En toen ging het allemaal weer fout. Met de conclusie dat ik het er gewoon weer uit heb getrokken. Kijk, en nu ga ik gewoon even die tuinband mooi strijken. Hop, zetten. Zo. De strijken doet wonderen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar bij mij... ik vind dat altijd gewoon heel erg fijn om te zien dat het dan allemaal in één keer lukt. Dan ziet het er gelijk weer netjes uit. Niet zo warm. Ik ben ook wel heel benieuwd voor wat voor stof jullie deze broek hebben gemaakt. Want deze broek, ja, ik kan me ook heel goed voorstellen als je nog een hele mooie wol hebt liggen. Dat je hem in het wol maakt. In een wolletje maakt. Of ja, ik kan hem ook wel in een linnen. Ik kan me eigenlijk in alle stoffen voorstellen. Oh, er zijn ook al veel afhakers. Ja, jeetje, we zijn ook al weer 2 uur bezig, hè. Nou, zometeen is natuurlijk de truc dat we even die broek aan moeten passen. En dat we hem moeten kijken hoe lang die moet worden. Ook niet heel onbelangrijk. Zo. Oh, ben ik er al? Oh, ik was er bijna. Hier heb ik hem. Zo. Oh. Nou, ik zie nu dus bijvoorbeeld, ik heb een maatje 36 gemaakt. En ik moet hier ook dus echt een riemlus in hebben. Want ik kan je nu al vertellen dat die bij mij echt veel te groot gaat zijn. Ja. Mijn taille is namelijk gemeten op 65. Toevallig een paar dagen geleden. En dit is natuurlijk 86. Dus hij moet sowieso bij mij nog iets in. Maar goed. Dan gaan we naar de zoom. En die zoom die flappen we dan natuurlijk gewoon om op de gewenste lengte. Nu heb ik hem dus op de ruit. Heb ik hem geknipt. Dus om zeker te weten dat hij recht is, kan ik hem ook op de ruit netjes zo erin stikken. Nu heb ik een wit stiksel op de machine. Dat ziet er natuurlijk niet zo netjes uit. Het ziet er mooi uit. Precies, Monique. Ook om de heupen. Aangezien de heupjes wel iets breder zijn. Bij mij. Het moet gewoon een halve zijn. Zo. Dus 1 pijp. De andere natuurlijk nog.
Zo. En dan stik je die natuurlijk ook door. Nu ga ik eventjes... Jullie zien mij niet. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het een goede pantalon. En op de billen zit hij goed strak bij mij. Ja, ik heb even, dat hoef je allemaal niet te zien hoe ik natuurlijk meteen voorzit. Ja, ik wil het eigenlijk gewoon hierbij laten. De zoomstikken moet helemaal goed komen. Hoe je die strikcentuur stikt is eigenlijk niet heel lastig. Ik ga het je wel nog een keer iets vertellen. Wat je hebt, is je hebt natuurlijk je lint. En je lint, ik ga even spieken. Ik ga het uitleggen namelijk. Ik denk dat je dan al heel eind komt. Je lint... En je strikcentuur heet het dan. Staat 2 keer knippen. Dan 85 centimeter keer 12 centimeter. Dat betekent dus dat bij die 85 centimeter en 12 centimeter nog geen naad zit. Dat betekent dus dat je 87 en 14, bij 14 centimeter 2 keer uit je stof knipt. Nou, 87 centimeter, dat kan niet in de breedte. Dus die knip je helemaal in de lengte. Je knipt hem dus 2 keer. Staat hier. 12 centimeter. Nou. Ja, je knipt hem inderdaad 2 keer. Wat grappig, op je stof bijvoorbeeld staat hij maar 1 keer. Ik hoop dat hij nog een tweede keer eruit kan. Nou, sorry. Ik moest even checken. Je stikt hem dus 2 keer uit de stof. Wat je doet is, je gaat vervolgens, je hebt je band... Stel je voor, dit is 1 lus die je hebt geknipt en dit is er 1. Die speld je dus aan elkaar op de middenachternaad. Je stikt hem. Dat doe ik ook wel even. Nadat je hem hebt gestikt, vouw je die middenachternaad open. Nadat je hem hebt gestikt, vouw je de middenachternaad open. Wat je doet, is je klapt hem op elkaar. Zo. En je gaat dus de... Kijk, in miniatuur kan het opeens allemaal wel. Het gaat veel sneller. Je gaat hem dus op de lange randen en de korte randen op elkaar stikken. Dan ga ik even in slow motion versie aan jullie laten zien hoe dan. Je gaat hier beginnen, of ja, of daar, maakt niet uit. Je begint, je gaat op, hier gaan we het hoekje om. En dan stoppen we 5 centimeter voor het midden. Nou, dan hecht je aan, of hecht je weer af. Dus gaan we even 10 centimeter verder, dus 5 centimeter na het midden, beginnen we weer. En dan gaan we weer door. Hop, hoekje om. Vervolgens, als je gestikt hebt, knip je dus die hoekjes. Zo. Chop 1. En chop 2. Knip je schuin af. Je keert hem. Je keert je hele lus. En dat kan natuurlijk nu makkelijk, omdat je hier 10 centimeter open hebt gehouden in totaal. Je keert hem en dat midden zet je even met de hand dicht. Nou. En zo maak je de riemlus. Dus dat wil ik nog even kwijt. Ik hoop dat jullie allemaal heel eind zijn gekomen. En dat de blinde rit blind is. Verder dat de broek natuurlijk mooi zit. Ik ben heel benieuwd naar jullie eindresultaten. Er is dus een knipmode Facebook. Waarbij alle eindresultaten waar dat op staat. Dan wil ik ook nog een keer zeggen. Denk je nou de komende 4 weken. Nou Lot, die mis ik toch zo erg. Hoe kan ik meer Lotte zien? Dan zou ik zeggen, koop gewoon op de knipacademy.nl. Of knipacademy.nl moet ik zeggen, niet de. Op www.knipacademy.nl kun jij gewoon die cursussen kopen. En je hebt dus ook een combipakket waar je dus korting krijgt.
ben jij beginnend naaister? Nou, dan wil ik ze echt zeggen, dit is perfect. Want je leert alles over naalden, verschillende naalden, garen, stoffen, tricot. Daarnaast krijg je ook nog, als je die cursus koopt van een halve cirkelrol, krijg je stap voor stap uitleg hoe je het maakt, wat het beste bij je figuur past. Zoveel. En dan krijg je niet alleen het patroon voor jou, dus voor volwassenen, maar je krijgt er ook nog eens een patroon voor kindjes. Dus de kindermaat is er ook bij. En dat wou ik even zeggen. Ik ben helemaal suf, joh. Het is tijd om af te sluiten. Ik hoop jullie allemaal weer gewoon de volgende keer te zien. Mochten er nog vragen zijn over dit, over je naaiproject, en ben jij dit aan het terugkijken en denk je, dat lukt helemaal niet. Dan, of je gaat nog terugkijken en je denkt, ik kom er nog steeds helemaal niet aan uit. Dan zou ik je adviseren om gewoon even naar die knipmode Facebook te gaan en dan gewoon even onder een post te reageren. En dan probeert een collega of ik, probeert wel even antwoord op te geven. Want, het hoort erbij. We willen allemaal dat jullie een mooie broek in jullie kast hebben. Het was wel weer een pittiger model. Dus nu snappen jullie ook gelijk waarom we eigenlijk ervoor kiezen vaak om een wat makkelijker model te doen. Maar goed, maakt niet uit. Even gas geven een keer. Is ook helemaal niet verkeerd. Super bedankt voor jullie aandacht. En ik ben heel blij dat jullie er allemaal weer bij waren. Vandaag hadden we full house, hè? Ja, op de piek hadden we er 150, denk ik. Het is lang geleden dat we er weer zoveel hadden. Dus heel erg bedankt. En tot over een maandje weer. En ik moest nog iets zeggen. Sorry. Ik ben helemaal vergeten. Voor de volgende naailes. Ik weet nog niet wanneer dit is. Dat weet ik eigenlijk wel. Dit weet ik wel. Dat had ik helemaal in het begin moeten zeggen. Jullie kunnen het patroon winnen. Ja, is leuk. Ik ga even 3 seconden in. Ik wil niet op mijn telefoon zitten tijdens werktijd, maar komt-ie. Ik denk dat het de 15e is. Dit is een gok. Ik denk de 15e. Maar je kunt dus een patroon winnen. Hou gewoon onze Instagram en Facebook in de gaten. En kijk wat je moet doen. En wie weet komt er dan wel zo'n groot PDF-patroon jouw kant op. En dat is natuurlijk super chill, want dan hoef je allemaal niet meer over te trekken. Of te knippen en te plakken en noem maar op. Dus hou het allemaal in de gaten. Is dat over 2 weken al? Ja. Ja, is al bijna. Gaat zo snel. Goed, jullie kunnen in ieder geval patroon winnen. Moet je op 15 zeggen? Monique. Kan ik jou inhuren als personal assistant? Af en toe, tijd gaat zo snel. Kijk. Ja, de 15e. Ja, de 22e is dicht voor kerst. Maar goed, weet je, we hebben nu een mooie nette broek. Dus wie weet kun je die blouse, die staat super goed op deze broek. Dus ik zou zeggen, maak er een mooi setje van voor de kerst. Nu ga ik echt stoppen. Tot ziens! Doei doei!